Leuk dat jullie kijken jongens naar deze nieuwe video. Zoals de titel al belooft, we gaan vuurwerk kopen. We weten natuurlijk allemaal dat vuurwerk in Nederland verboden is. Er mag geen vuurwerk verkocht worden en geen vuurwerk afgestoken worden. Maar in Duitsland gaat het hele feest gewoon wel nog door. Wij gaan jullie meenemen in onze eerste bestelling. We hebben een bestelling gedaan van 1000 euro bij vuurwerkduitsland.com. Die winkel, daar zijn we vorig jaar eigenlijk ook al geweest. Jullie hebben die video ook al gezien. Afsteekvideo en de afhaalvideo. En hier zie je bijvoorbeeld, zoals je goed kan zien, de afhaalpunten in Duitsland. Herzogenrad, Zelfkant, Tuddern, Emmerich en Meppen. Dus een beetje verdeeld. Wij gaan waarschijnlijk naar Emmerich, omdat we daar ook altijd naar in de regio zijn. Dit is net over de grens bij Nijmegen, als ik het goed heb, Nijmegen. Maar goed, we hebben genoeg gezegd. We gaan de bestelling nu doen. Let's go. Dus zoals beloofd jongens, we gaan even de site doornemen waar wij de bestelling gaan doen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de lijst al af is. Maar de producten die we dus in onze winkelmand hebben staan, die wil ik graag even met jullie doornemen. Vanwege het vuurwerkverbod is het natuurlijk lastig. In Nederland kunnen we geen vuurwerk verkopen. Maar in Duitsland gaan de winkels nog wel gewoon verkopen. En zoals het er nu naar uitziet, ook de supermarkten. Maar deze winkel, daar heb ik vorig jaar ook besteld. Daar willen we toch een gedeelte van ook bestellen dit jaar. Vorig jaar waren we er heel erg over te spreken, omdat ze precies de merken hebben die wij graag willen hebben. En dat zie je hier beneden eigenlijk ook al. Namelijk Funke, Catan hebben ze, Volt en Argento. Argento is eigenlijk ook van Funke natuurlijk. Pyro Century is er ook. En ja, dat zijn gewoon een van de betere merken. Dus dat is gewoon top. Even kijken, we gaan even beginnen. Ik ga jullie even meenemen naar onze lijst. En dan beginnen we even bij merken. Ik moet jullie zeggen, de vragen worden nu heel veel gesteld van mag je gewoon vuurwerk halen in Duitsland? Nou, heel toevallig, vlak voordat ik deze video wilde opnemen, zag ik het volgende plaatje. Ik laat nu even zien, een screenshot van Twitter. Daar vroeg iemand dus of je dus wel vuurwerk mag halen in het buitenland dit jaar. Het officiële Twitter-account van de politie in Nederland die antwoordde het vuurwerk kopen in het buitenland mag gewoon, mits die aan een aantal regels voldoet. Nou, die regels die zijn dus niet meer dan 25 kilo en er moet een Nederlandse tekst op staan. En je mag natuurlijk niet strijkers en nitraten en zo kopen. Ik neem jullie gewoon even mee. De merken, we beginnen even bij Funke, mijn favoriet. En dan laat ik precies even zien wat voor producten wij daarvan op onze lijst hebben. We bestellen nu even voor een slordige 1000 euro. En dat doen we omdat ja, onze bestellingen in Nederland gaan niet door. Dus schakelen we nu over naar Duitsland. En de eerste bestelling die we nu doen is dus 1000 euro. Maar er volgen nog meer bestellingen. Ik laat jullie gelijk een video zien op het moment dat we gaan bestellen. Dus jullie gaan precies weten wat voor vuurwerk we dit jaar gewoon hebben. Nou, hier zie je Funke. Eigenlijk alle grote blokken. Geen dure compounds of zo, want je ziet dat ja, 170 euro voor een Tears from Heaven is gewoon een hele goede prijs. 200 euro voor een Supernote bijvoorbeeld ook. Dus dat is top. Even kijken, welke staat op onze lijst? Sowieso de Elegant Night. En als je naar het product gaat, zoals bijna iedere webshop, dan kan je ook een videootje ervan aanklikken. Ik ben benieuwd. Mooie effecten. Nou, dit was dus de video van de Elegant Night. Die staat sowieso op onze lijst. En dat zijn gewoon hele mooie producten. Ik moet zeggen, van Funke kan je eigenlijk altijd kwaliteit verwachten. Het zijn gewoon hele goede effecten. Ik merk ook dat Funke wat langer in de lucht blijft. Althans het effect. Dus ik ben echt enorme fan van Funke. En ook in Nederland daar heb je natuurlijk de Vivaldi van Funke en zo. Maar dat gaat dus dit jaar over. Even kijken, de Elegant Night hadden wij. En als het goed is, de Cloud Connected ook. 170 euro staat ook op de lijst. En deze staat, zoals jullie zien, als jullie echt de video's hebben gezien dat we in België en zo waren. De Cloud Connected staat voor mij echt hoog op de lijst. Omdat die non-stop gewoon alles de lucht in jaagt. Dus dat is gewoon super. En daarom wilde ik hem hoe dan ook op onze lijst hebben.
Wel wat preziger, maar we gaan de video even zien. Altijd dat begin met vonken. Check dit. Heel ziek ding. Het zijn zo'n beetje perfect. Hij gaat zo 4,5 minuten door. Dus. Ja, dat zijn zo'n beetje de effecten. Ik ga niet per cake natuurlijk 4,5 minuten laten zien. Dit gaan jullie allemaal in de Oud en Nieuw compilatie zien komende Oud en Nieuw of komende 1 januari. Dus hou ons in de gaten. Compilatie gaat er hoe dan ook zijn dit jaar. Vuurwerkverbod in Nederland of niet. We gaan sowieso met een compilatie komen. Maar deze, Cloud Connected, staat sowieso op de lijst. Hou wel rekening mee jongens met het feit dus dat je wel legaal vuurwerk koopt. Dus dat is Cat F2 maximaal en Nederlandse tekst erop. En natuurlijk maximaal 20 kilo. Even zien. Dan hebben we ook nog van Pyrocentury een aantal dingen, als het goed is. Bijvoorbeeld de nitraten, want we blijven in Duitsland. Sowieso denk ik niet dat daar een video van is. Maar dit zijn dus pakjes nitraten, 20 stuks voor 5 euro. Die mogen dus gewoon in Duitsland. Dus als je Oud en Nieuw viert in Duitsland, heb je die met nitraten. Best bizar als je erover nadenkt. P1. Maar daar hebben we 4 pakjes van op de lijst. Ik laat zo meteen ook even gewoon onze volledige winkelwagen zien. Want we weten jullie precies wat we hebben. Oh ja, dit is de Gold, de Pyrocentury Gold Blauer Himmel. 126 shots, 100 euro. Ook in de aanbieding. Nou, die hebben we ook. Je ziet, Funke, dat is gewoon wat duurder. Maar deze cakes die doen er echt niet voor onder. Videootje. Je ziet het, een hoop spektakel. En daar komen we ook gewoon voor. We willen onze 1000 euro goed besteden. En daarom staat die ook 100% op de lijst voor dit jaar. En ja man, we gaan nog veel meer bestellen, zei ik net ook al natuurlijk. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. Wat hebben we nog meer als het goed is? Nog 2 van Pyrocentury. De El Criminal. Die zag ik ook bij Ruben in zijn video, dus of in, voor mij in een Insta-post of zo. 122,50 euro. Wat waren de effecten ook weer? Uit mijn hoofd gezegd. 131 shots, jongens. Multicaliber compound. 1,5 minuut aan uitgebreid effect. Laten we even zien. Nou, oeh, een mooie effecten. Dat is de reden waarom ik hem kocht. Moet kijken. Zie ik deze ook. Kijk, die kleuren zijn ook dik, man. Crackling erbij, veel afwisseling. Nou, dat is dus de El Criminal. Even kijken of ik zo terug kan gaan. Helaas niet. Maar de El Criminal staat dus ook op de lijst. Even kijken, welke hadden we nog meer? Dat weet ik wel uit mijn hoofd gezegd. Dat is de Rapido, El Rapido 1 en 2 hebben we. Laten we eerst maar even de 1 pakken. 90 euro. Ook een compound. 200 shots, jongens. Ik wilde hoe dan ook deze op de lijst hebben. Die serie, de 1 en 2. Ik heb ze vorig jaar niet gehad.
Dit is eigenlijk een wat langzamere compound. Wat minder grote effecten. Maar 90 euro, ja, dan heb je gewoon wel een extra compound natuurlijk. Nou, is ook niet slecht natuurlijk. Dat is de El Rapido 1. En dan gaan we nu naar 2. En ons kennende jongens, altijd als we bij dit soort winkels komen in Duitsland, of waar dan ook, dan besluiten we eigenlijk altijd nog extra te nemen. Maar dat gaan jullie dan allemaal in de shop video's zien. El Rapido 2. Nou, deze video's zijn wel van wat verder afgenomen. Dus daardoor lijken de effecten wat kleiner. Maar ik weet dat deze in het echt echt ziek is. Ik heb hem namelijk een keer eerder gezien op een andere video. Nou, die staat er ook op. Dan hebben we ook nog van Volt natuurlijk. Als het goed is. De Volt Heisenberg. Die hadden we vorig jaar wel. Nou, Volt is gewoon de Nederlandse winkels. Eigenlijk van Vuurwerk Totaal natuurlijk. En eigenlijk is deze hele lijn wel ziek. De Speedtrap, die is ook lauw. Die hadden we vorig jaar, 224 shots. En Ride Red Rebel ook. Maar dit keer gaan we voor de Heisenberg. 250 euro, jongens. Voldoende op voorraad, zie ik. En even kijken, 236 shots. Echt heel bizar. Maar dit is echt een heel groot blok. Dat is echt een zieke level. Even kijken. Nou, dat zijn dus de effecten van de Volt Heisenberg. De reden waarom die zo duur is, is omdat eigenlijk de blauwe effecten in vuurwerk zijn het duurste altijd. En dat is de reden waarom die dan zo duur is. Of in ieder geval 250 euro is eigenlijk een hele goede prijs. In Nederland betaal je er volgens mij meer voor. Maar zoals ik al zei, vuurwerk Duitsland is gewoon veel goedkoper dan de rest, ook in Nederland. Dus dit is een optie. Ja, deze ga ik denk ik nog wel erbij toevoegen. Maar dan moet ik nog even een nieuwe bestelling plaatsen natuurlijk. En verder ben ik ook aan het twijfelen over Catan. Of ik daar wat van neem. Maar dat gaan jullie misschien nog zien in volgende video's. De Catan Special 5 bijvoorbeeld. Vind ik wel een lauwe. En je hebt natuurlijk ook combi deals. Dus hier blijft het natuurlijk niet bij. Maar ik wilde toch even jullie een aantal dagen na het vuurwerkverbod dit laten zien. Deze is ook lauw. De Triple X van Pyro Century. De drie grote cakes. En deze gaan jullie zien. Mooie effecten. De kwaliteit is hier echt ziek. Nou, in ieder geval, zo heb ik jullie een beetje meegenomen door onze bestelling. We hebben 8 grote blokken besteld. Hier zien jullie onze lijst tot nu toe. Wat grotere compounds. En hier blijft het 100% niet bij, jongens. We gaan zeker meer bestellen. Maar ik hoop gewoon dat jullie ons ook even feedback willen geven in de reacties. Welke cakes moeten we er nog bij bestellen of blokken? Dus ik ben ook benieuwd of jullie plannen hebben voor Oud en Nieuw. Wat gaan jullie doen? Gaan jullie ook naar Duitsland? Blijven jullie daar? Want hoe het er nu naar uitziet, blijven wij gewoon in Duitsland. En de reden daarvoor is, want ik heb ook al een aantal mensen gezien die schreven van waarom laat je je wegjagen. We hebben natuurlijk ook video's op te nemen. Dus als we geen video's hadden op te nemen, waren we waarschijnlijk gewoon gebleven in Nederland. Maar we willen gewoon relaxed video's opnemen en gewoon goed kunnen stoken. Want uiteindelijk draait het ook gewoon om dat je gewoon stressloos kan stoken. Zonder het idee dat de politie op je afkomt of wat dan ook. En in Duitsland kan je gewoon tot 2 januari afsteken. Ik heb het ook in een nieuwsbrief van Vuurwerk Duitsland gezien.
De afsteektijden in Duitsland zijn van 31 december 12 uur 's nachts tot 2 januari. Dus dat houdt in dat je 48 uur kan afsteken. En dat doen ze omdat je dan na oud en nieuw toch nog de tijd hebt om even je restanten op te stoken. Dus dat is echt heel ziek dat ze die regels gewoon op die manier doen. Binnenkort een nieuwe video dat we gaan bestellen. Maar dit was het voor nu. Ik zie jullie weer bij de volgende video.